De ondertitel van uw boek, zeg maar, van Zwart op Wit is: veel politici gaan bang zijn, die gaan heel bang zijn, zegt u. Maar waarom? Is de politiek die u beschrijft zo onfris? Wat de meeste mensen zal interesseren, welke partij heeft u eigenlijk als eerste gecontacteerd om de overstap te maken naar de politiek? U werd toen ook bij het Vlaams Blok, u werd binnengehaald als verruimingskandidaat. Op welk moment merkte u dat niet iedereen daar eigenlijk mee gediend was? Wat opvalt in uw boek is, u haalt nogal wat dekseltjes van potjes die aantonen hoe achter de schermen in elk geval politiek en media met elkaar verweven zijn. Komt u daarmee niet in problemen? Hoe belangrijk is de rol van bepaalde vrouwen binnen het Vlaams Belang? Gaan we nu echt iets weten of meer vernemen over waarom u destijds een paar keer zelfs van antenne gehaald bent?